Dus goedemorgen iedereen. We gaan vandaag les Yin Yoga doen. En we gaan ook zoals de laatste weken back to basics. En omdat ik net met een nieuwe opleiding begonnen ben, een yoga opleiding, gaan we beginnen met de zithouding. Want de Indiase leraar zei dat de westerse mens niet gemaakt is om in kruiselingse zit te zitten. En eigenlijk heeft hij gelijk. Hij zegt ja, een Indiër die zit vanaf kleins af aan op de grond te eten, te spelen, te tekenen, te werken vaak. En wij zitten op een stoel of we worden gekweekt om op een stoel te zitten. Wat maakt dat in onze zithouding, hij zegt bij 99% van de mensen, de knieën boven de heupbeenderen zijn. En daarmee bedoelen wij, of bedoel ik nu, die voorste knobbels van het bekken eigenlijk. Dus als je knieën eronder zijn of even hoog, dan ga je waarschijnlijk je zitbeentjes voelen en niet het staartebeen. Als de knieën omhoog zijn, ga je een ronde rug maken en dat is niet de bedoeling. Dus als je recht staat, het vanzelf een kromming in jouw onderrug en in jouw nek, hè, die S-curve. Als je met je knieën omhoog zit, dat is onmogelijk. Dus als de knieën boven de heupen zijn, dan heb je een ronde rug. Dan wijst je staartebeen op, naar binnen eigenlijk en zit je erop. Zodra je hoger zit, en je kunt je knieën laten zakken, ook niet bij iedereen. En je knieën zijn onder je heupen, ga je die kromming in je onderrug wel hebben. En dat is veel aangenamer, want een zithouding is daarvoor bedoeld om een uur te kunnen zitten zonder pijn te hebben. Wat hij ook zegt, is dat deze houding voor de meeste mensen ook nog niet mogelijk is. Mocht het voor jou mogelijk zijn, zit gerust zo. Hij raadt aan voor de westerse mens om in een diamanthouding te zitten en dan zelfs iets hoger, omdat dan die natuurlijke kromming van je ruggengraat nog het meest aanwezig blijft. Dus als ik nu op deze manier zit, ja, ik zou inderdaad zo'n uur kunnen zitten, want ik voel helemaal geen spanning meer in de rug. Deze houding is natuurlijk niet zo aangenaam als je last hebt van je knieën of een blessure hebt, dan is het zelfs beter om nog hoger te zitten, 2-3 kussens of op een stoel. Dus ik dacht gisteren, als ik dat hoorde van hem, oh my god, ik geef nu 5 jaar yoga en ik laat iedereen in het weermaker zitten. Wat heb ik gedaan? Maar bij deze ga ik dat dus aan jullie vertellen, dat de knieën best lager zijn dan de heup om die kromming in je rug, die natuurlijke kromming in je rug te behouden en rechtop te zitten. Ik zit nu wel, ja, nu ook niet meer, maar in niet-coronatijden ongeveer 4 uur of ja, toch gemiddeld 4 uur per dag op de grond. Dus ik ben 15 jaar geleden zo begonnen en ondertussen zijn mijn knieën wel in de gewone zithouding op de grond, maar ik voel toch nog dat ik die natuurlijke kromming niet heb. Daarom heb ik meestal mijn blokje gebruikt onder mijn staartebeen om mijn bekken beter te kunnen kantelen en die kromming wel te hebben. Dus zorg ervoor dat je nu, gelijk in welke zithouding, ontspannen zit. Dat je rug ontspant. En leg je handen op je benen of knieën, sluit je ogen. En adem een paar keer diep uit. Maak ook eens gebruik ervan om met een luide zucht uit te ademen. Merk op wat het zuchten met je lichaam, maar ook met je geest doet. Ja.
Zuchten activeert dat parasympathisch zenuwstelsel. En dat is het tegenovergestelde van vechten en vluchten. Dat is het tot rust mogen komen. Dus ook nu wordt aan jouw organen doorgegeven dat ze tot rust mogen komen. Jouw hartslag mag vertragen. Je ademhaling mag vertragen. En misschien vertraagt op een bepaald moment ook je geest, je gedachten. Ga eens even na hoe het met je lichaam gaat vandaag. En plaats dan je handen voor het hart tegen elkaar. En zet een intentie voor jezelf, voor deze les. Adem diep uit. Inademend breng je armen boven het hoofd. Maak je lang, rek je uit. Open je armen zijwaarts en laat je armen langzaam zakken. En dan maak je, nee, dat we blijven even in zitten, want we gaan eerst de ademoefening doen. Daarom die zithouding waarbij je lichaam je niet hoeft af te leiden. We gaan een wisselende ademhaling doen. En gebruik ervoor de hand, klem Vishnu Mudra met je rechterhand. Je wijsvinger en middenvinger is geklemd tussen duim en de andere kant, ringvinger en pink. Als dat niet zo gemakkelijk is, dan kun je je wijsvinger en je middenvinger op je voorhoofd plaatsen. Je linkerhand blijft ontspannen op je been of in je schoot liggen. Adem erin, beide neusgaten uit. Sluit dan rechts met je duim af, je rechter neusgat, adem links in. Sluit links af, adem rechts uit. Rechts in. Afsluiten, links uit. Links in. Links afsluiten, rechts uit. Rechts in. Rechts afsluiten, links uit. Links in. Links afsluiten, rechts uit. Rechts in. Rechts afsluiten, links uit. Links in. Rechts uit. Rechts in. Links uit. Laatste ronde, links in. Links afsluiten, rechts uit. Rechts in. Rechts afsluiten, links uit. Dan maak je je handklemmen los. Laat ook je rechterhand op je been of in je schoot rusten. Adem je eigen ritme.
Dan maken we de zithouding langzaam voor een stuk los. Plaats de voeten tegen elkaar. Als je op een kussen zit, blijf daar gerust op zitten. Of anders kan je ook op een dekentje zitten, dat je wel iets hoger zit voor die vlinderhouding. Zorg ook voor dat je een bolster of een kussentje bij de hand hebt. Dus voetzone tegen elkaar. Je knieën vallen naar buiten, je knieën mogen uiteraard nu zeker boven de heupen zijn. We gaan voorwaarts buigen. Dat kun je op verschillende manieren doen in de yin yoga. Je hielen zijn al niet te dicht bij je bekken om makkelijker naar voren te buigen. Je kunt een bolster nemen en in de lengte plaatsen over je buik. Voor je buik en dan naar voren buigen. Nog een kussentje erbij. Heb je last in je onderrug, kun je die bolster rechtop zetten en knuffelen. En jouw kin bijvoorbeeld op die bolster zetten. Je kunt iets op je voeten leggen, nog iets op je voeten. Je onderarmen gebruiken, je handen gebruiken om je hoofd te ondersteunen. Je kunt je ook volledig laten hangen en niets gebruiken. Als je nek dat oké vindt, zoek jouw houding. En neem de tijd, zucht een paar keer diep. En leun tegen je grens aan. De grens van je lichaam. Die je lichaam aangeeft om het lichaam te beschermen. Die grens die je jouw beste vriend maakt. Je leunt er tegenaan. Nooit forceren, nooit doorheen duwen. Als je tijdens de houding ook eens diep zuchten en opmerken hoe je lichaam op die zucht reageert. Misschien buig je wat dieper. Misschien maak je net op dat het te diep is om een beetje terug te komen uit de houding. Met alle zachtheid en vriendelijkheid leun je tegen de grens aan, tegen je muur. Diep uit. En met behulp van je handen rol je je langzaam rechtop, stapel je wervels één voor één op elkaar. Bolsterkussens mogen aan de kant. Sluit je knieën langzaam voor je lichaam. Omklem even je knieën. Maak de armklem dan los. En kom op je rug liggen.
Zorg er wel voor dat jouw kussentje misschien in de buurt is, mocht je daar je knieën op willen leggen in de twist. Je benen zijn gebogen. Je armen kun je spreiden of je kunt een cactushouding leggen met de ellebogen op schouderhoogte. Onderarmen, bovenarmen in een rechte hoek. Je de onderrug tegen de mat aan. En er zijn twee varianten die we kunnen doen. We gaan eerst met de iets intensievere houding beginnen. En als dat oké is, dan blijf je in die houding. En als het te intensief is, dan ga je naar de volgende variant. Haak jouw rechterbeen over je linker. Verplaats je bekken een paar centimeter op de mat naar rechts en kantel de benen naar links. Het kan zijn dat je hier iets onder je knie wilt leggen. Je rechter schouderblad blijft tegen de grond. Als het intensief is, richt je benen weer op. Plaats de voeten naast elkaar. Het bekken blijft wat aan de rechterkant van de mat. Je enkels en knieën blijven bij elkaar en je kantelt op die manier je benen naar links. En ook hier kun je eventueel je knieën ondersteunen door een kussen of blok. Als je wilt kun je ook je hoofd naar rechts draaien. En met een diepe zucht uit. En kom aan in die houding. In sommige houdingen blijf je langer in die eerste fase in dat aanleunen tegen de grens, het benaderen van de grens. In sommige houdingen ga je dan wat sneller vanzelf naar de tweede fase. De fase van stilte. Je spieren worden stiller, want ze zijn helemaal akkoord met de houding, je gewrichten. En zo kun je dieper gaan voelen. Je voelt dieper in het pintweefsel. Wees nieuwsgierig als je voelt. Misschien kun je dan ook in een houding naar de derde fase overgaan. De fase van overgave. Overgave aan tijd. En ruimte aan alles wat is. Adem diep uit. En richt dan langzaam je benen weer op. En zo overkruist, plaats de voeten naast elkaar. En plaats zo dan ook je bekken terug in het midden, naar het hoofd naar het midden.
En breng je knieën even richting borst. Zachtjes strekken aan je knieën om het rondere rug te maken. Plaatsen de voeten weer neer. En haak, ofwel je linkerbeen over je rechter, of je laat je enkels tegen elkaar en je knieën. Je verplaatst in ieder geval jouw bekken een paar centimeter naar links. En je benen kantelen langzaam naar rechts. Neem er de tijd voor. Misschien wel eerst onder je knieën leggen. Je linker schouder blijft zo goed mogelijk tegen de grond. Misschien wel, kun je op je hoofd naar links draaien. Adem opnieuw een paar keer diep uit. Laat je lichaam zwaar worden. Verken die grens van je lichaam. Benader ze met alle zachtheid en vriendelijkheid. Leun er tegenaan. Voel met kinderlijke nieuwsgierigheid in je lichaam. Geef je volledig over. Heel jouw lichaamsgewicht mag je laten gedragen worden door de aarde. Adem diep uit. Leg dan langzaam je benen weer op. Laatste de voeten naast elkaar. Je bekken naar het midden. En breng je knieën opnieuw richting borst. Strengel je knieën. En duw je knieën zachtjes richting borst. En iets rondere rug. Maak de handen dan terug los. Plaats de voeten neer. Draai opzij om je recht te duwen op handen en knieën. Voor de duifhouding. Plaats eventueel als je een kussen en een bolster hebt. Die bolster aan de linkerkant van je mat. En een dekentje onder je linkerknie. Zijn zodanig dat je met je knie nog een beetje naar achter kunt schuiven, mocht het nodig zijn.
En jouw rechterknie brengen tegen je rechterpoot. Je rechtervoet aan de linkerkant van de mat. En met je linkerknie schuif je dus naar achter. Blijf op je dekentje, dus eventueel met je rechterbeen wat naar voren schuiven. Als je een bolster gebruikt, dan mag je aan de binnenkant van je rechterbeen komen. Zodat je daar met je romp en hoofd kunt gaan opleggen. Je hoofd kun je naar rechts of links draaien. Als je geen bolster wilt gebruiken, plaats je voorhoofd op de mat. Zoek ook een houding voor je armen. Misschien wat verder gespreid, misschien zelfs naar boven. Boven het hoofd of naast je lichaam. Wat oké is, wat goed voelt. Maar experimenteer soms een beetje. Omdat het eerst voor ons voelbaar moet zijn, voordat we weten wat deugd doet. Als je je houding nu tenminste om te beginnen gevonden hebt, adem je met een diepe zucht uit. Als je ondertussen tijdens die houding pijn zou ervaren, kom dan uit de houding. Pas aan. Misschien wil je het onder je rechterbeen gebruiken om je heup te ondersteunen. Leun tegen je muur aan. Tegen die grens. Nestel je in die grens. Als je lichaam helemaal genesteld is tegen je muur aan, tegen je grens, dan kun je dieper gaan voelen. Alsof je voor de allereerste keer in je lichaam voelt. Je lichaam in deze houding. Zonder te oordelen, zonder iets te analyseren. Voel met alle nieuwsgierigheid in je lichaam. Adem diep uit. Laat je handen langzaam onder je schouders.
Duw je langzaam rechtop. Je hoofd eerst naar het midden. Ik wil dat de tenen van je linkervoet in de mat schuiven langzaam naar voren. En breng je rechterknie langzaam naast je linker. Als je een bosje gebruikt, mag je aan de rechterkant van de mat. En jouw dekentje onder je rechterknie. Schuif je met jouw linkerknie tegen je linkervoet. Linkervoet aan de, rechter buitenkant van de mat met je rechterbeen erachter. Even op je dekentje. Als je een bolster gebruikt, leg je dan aan de binnenkant van je linkerbeen. Kom weer met je hand en je hoofd op je bolster of kussentjes liggen naar je hoofd. Nu naar de andere kant. Adem met een diepe zucht uit. Kijk wat je lichaam nodig heeft, zodat je binnen de grens blijft. Adem diep uit, laat je nog eens zakken in je kussen, in je grens. Plaats dan langzaam je handen terug onder je schouders. Duw langzaam recht op je hoofd, langzaam terug naar het midden. Door de tenen van je rechtervoet in de mat schuif langzaam naar voren. Breng je linkerknie naast je rechtervoet nog even aan de kant. Ook je dekentje mag weg, maar je mag op je deken gaan zitten. Met gespreide benen, dus je komt in de grote spreid zit. Dus gerust ondersteun je kussen of zelfs als je iets hoger wilt zitten, een kussentje of deken. Je gaat voorwaarts buigen. Alles wat je daarvoor nodig hebt, plaats je tussen je benen. Een bolster, kussentjes, je onderarmen erop, je handen erop of je handen ernaast. Naast jouw bekken of misschien op jouw benen. Dus we gaan langzaam beginnen aan die
aan deze houding. Zet eerst je onderarmen op een kussen of op je blokjes of je handen op de mat. Kijk maar wat nu mogelijk is. Deze houding vraagt meestal iets meer tijd aan je lichaam om te wennen. Je spieren wat langzaam te strekken. En het doet er niet toe hoe groot dat je spreidzit is. Mocht het onaangenaam zijn om je benen te strekken, leg je rust iets onder je knieën. Forceer ook daar niet. Langzaam zacht. Alle vriendelijkheid en liefde voor jezelf. Misschien mag je net in deze houding eens je navel wat intrekken bij een inademing en zuchtend. Misschien een millimeter meer doorbuigen, maar vanzelf. Als je rompplaat zwaar wordt, misschien wil je hoofd laten hangen, misschien wil je hoofd ondersteunen. Adem nog eens met een diepe zucht uit. Kijk of je lichaam het toelaat dat je vanzelf nog iets meer voorover hangt of buigt. En dan duw je langzaam het behulp van je handen rechtop. Bolsterkussentjes even aan de kant met behulp van je handen, buiten je benen. We gaan ze nog niet tegen elkaar brengen, de knieën. Maar we komen nog in de hurksit. Dus je brengt je voeten zo breed mogelijk van elkaar en zo dicht mogelijk bij het zitvlak. Om uit deze houding recht te duwen is niet zo evident. We gaan het toch proberen. Dus handen achter jou. Om je in de hurksit te duwen. Je gaat merken dat als je handen naar voren brengt, dat je wielen misschien van de grond krijgt. Geen probleem. Je legt er een deken onder, je gaat op je blokjes zitten. Hoe breder je zit, hoe gemakkelijker. Maar leg je rustig onder je hielen. Je handen mogen op de grond blijven. Maar je mag ze ook voor het hart tegen elkaar plaatsen. En heel zachtjes je knieën naar buiten duwen. Forceer niet. Ga niet zo lang in deze houding blijven. En probeer ook hier even je ontspanning en rust te vinden. Kom dan langzaam terug uit de houding. Dus maak je handen los, mocht niet bij elkaar zijn. Plaats je handen achter jou. Blokjes, dekens weg onder je hielen en ga langzaam zitten.
Nu breng je wel je voeten iets verder weg van je knieën bij elkaar. Strengeleren je knieën. Maak dan de armen klem terug los. Als je twee blokjes hebt, mag je die nu gebruiken in de breedte. Eentje ga je rechtop zetten, ook in de breedte plaatsen. En de andere mag liggen. Heb je dat niet of is dat te hard voor jou, mag je gerust een bolste gebruiken in de breedte of een strak opgerolde deken. Want we gaan erop liggen. Dus het kan wel zijn dat je zoiets hebt van, no way. Ik ga niets doen op dat harde blokje. Dus dekentje dan strak opronden of je bolster gebruiken. Ik ga jullie de alle tweede varianten tonen. Want wij gaan dus liggen op dat blokje. En dat onderste blokje dat rechtop staat, is onder het hart. Dus voor de vrouwen is dat de bovenste van de BH. En dat andere blokje ligt onder je hoofd. Zo ga je borstkas openen en je hart. Wat je met je benen doet, daar gaan we het straks over hebben. Ofwel je opgerolde deken of je bolster. Dat is natuurlijk een beetje breedte. Ook onder je hart, zodat je schouderbladen daar wel ook afvallen. En dat ziet er waarschijnlijk een pak aangenamer uit. Maar je kiest dus jouw versie, blokje, deken, bolster, onder je hart, om je hart te openen. Je kunt je armen volledig spreiden. Je kunt je voetzolen tegen elkaar brengen, je hielen naar buiten laten vallen. Of net omgekeerd, je voeten aan de buitenkant van de mat zetten en je knieën tegen elkaar laten rusten. Of je benen strekken. Je kiest wat nu deugd doet. Het moet al te lang in die houding blijven. Die houding vraagt om een wat diepere ademhaling. Een volledige ademhaling van buik over borst tot je sleutelbenen, schouders uit. Schouders, borst, buik. En niet van het openen van je borst, van je hart. Al was het pijnlijk is natuurlijk, maak dan de hoogte van jouw bolster wat kleiner door wel een deken te gebruiken. Adem nog één keer diep uit. En kom nog niet uit de houding, maar kruis je armen voor de borst. Pak de tegenovergestelde schouder vast. En schommel heel langzaam, maar een klein beetje van rechts naar links. Zeker als je op een blokje ligt.
die beweging langzaam in het midden stilvallen. De handen los, plaatsen één onderarm stevig op de mat. Buigenbenen mochten gestrekt zijn. Pak met die hand, die op de grond ligt, nu je zitvlak vast. Andere hand pakt het hoofd vast. Eerst het hoofd oprichten. Dan weggaan van je bolster of blokje. En dan kom je alweer langzaam terug liggen. Je lichaam eerst wennen om plat op de mat te liggen. En de rug nog een beetje meer ontspannen. Door onze knieën naar de borst te brengen. Open je knieën, je voetzolen omhoog. Handen aan de, of armen beter aan de binnenkant van je benen pakken. Je handen pakken je onderbenen vast of je enkels. Of langs de buitenkant dan je voeten. Maar je onderrug blijft tegen de mat. Duw je onderrug tegen de mat aan. Span je schouders. Lange nek, dus eerder je kin richting borst. Je laat gewoon als je eens de voeten tegen elkaar brengen. De voeten een beetje masseren. Dus je gaat een beetje voorbereiden. Op de dag die nog komt. Maak eens langs je handen los. Blijf eens op je benen, knieën. Laat ze voeten neer, blijf ook eens op je heupen, zet vlak. Je buik. Meer flanken. Eens de armen meepakken, armen gekruist. Ja, tegenovergestelde arm wrijven, schouders. Ja, gezicht. Zachtjes blijven, misschien op je nek. Verstrengel dan de vingers in elkaar, strek je volledig uit. En schreeuwen, zuchten, uitblazen. Ontspan, breng je knieën nog eens richting borst, omstrengel je knieën. Het schone nu van rechts naar links, masseer je rug. Laat de beweging langzaam stil van je handen los, plaats de voeten neer. En draai je op rechterkant. Maak nog even een bolletje van jezelf. En duw je dan langzaam rechtop in jouw zithouding. Even weer aan denken, want het is het makkelijkst en het meest ontspannen. Je handen op je bovenbenen rusten, adem uit. Inademen, draai je schouders naar voren en omhoog. Uit, naar achter en omhoog. In naar voren en omhoog. Uit, naar achter en omhoog. Inademen, breng je armen naar boven het hoofd. Op de handen elkaar raken, uitademen, breng je handen voor.
Dan je schouders. En rustig verder door en kantel je hoofd naar je hart. Wees dankbaar, dankbaar dat je tijd neemt voor jezelf en voor je lichaam. Dat een intentie voor vandaag. Adem diep uit. Inadem het licht langs je hoofd op. Knijp je ogen zachtjes open. Dankjewel en namaste.